Hoi meiden, wij gaan nu naar de beurs van Berlage, waar de MTV EMA pre-party is. Yes, en als het goed is mogen we daar wat mensen interviewen aan de Rode Loper. En krijgen we ook optredens te zien vanavond. Dus we proberen jullie gewoon mee te nemen en een kijkje te geven bij de pre-party. Dus kijk maar mee. Zo, dankjewel. Hoi, mogen we je wat vragen? Want wij zijn van de Girls Scene en dan weten we dat jij daar opgenomen hebt met de video voor Fashion Chicks. En nu wilden we graag weten hoe je het vond om te acteren. Superleuk. Ja, zou je wel vaker zoiets willen doen? Ja, dat was echt heel cool. Ik had de trailer gezien en ik dacht, oh, ja. Zo. We zijn niet benieuwd wie jij dit gaat winnen vanavond. Oh, ik vind alle genomineerden echt mega goed. Moet ik naar jou praten of naar jou? Maar niks uit. Voor zo'n Europese grote verkiezing, dat hij het absoluut verdient met meerdere superfeeds. Ja, daar zijn mijn stem naar uitgaan. Ja. Oh wauw, beetje vieren is een afterparty. Ja, met de afterparty helemaal loos. Nou, helemaal loos weet ik niet, maar wel een paar, er zijn veel collega's. Ja, veel collega's. Dus bier te drinken zeker, ja. Gezellig. En heb je morgen op de planning staan of kun je lekker brak blijven liggen? Ik ga morgen repeteren voor mijn show in Ziggo Dome in december. Ja. Maar dat kan eventueel stil kan wel een beetje avond, door aan huis. Oké, helemaal. Ik ga een hele leuke video clip van geven. Ja, we hebben een hele leuke video clip van ook aan leren. Maar op dit moment zijn we gewoon veel te druk met toeren. Aan de aankomende vrijdag straks moeten we band doen. En ja, dan hebben we een halve tijd. Hier de afgelopen maanden. Daarvoor was het een beetje je eigen muziek. Ja, precies. Dan hoef je niet mee te luisteren naar de radio en de auto. Dan kan je een beetje je eigen dingen doen. Ja. Mijn muziek is artistisch groen. De Australiaanse muziek. Ja, die vind je helemaal leuk. Je mag eigenlijk niemand weten. Ja, dus dat is echt. Iedereen mag dat weten. Ik heb een guilty pleasure. Ik vind al de liedjes die ik heb, ik heb daar geen beschaamd voor. Thank you.
is wel veel. Dat is heel veel. Sowieso de mensen waarmee we allemaal genomineerd zijn, de crème van de hele muziekindustrie in Nederland. Dit zijn allemaal toppers. Dit zijn ongelooflijk fucking getalenteerd. En het is een eer om met ons, om met jullie zeg maar dezelfde categorie genomineerd zijn. Dankjewel. Jongens, deze is voor de fans. Deze is alleen voor... Zoals jullie gezien hebben is Kensington dus de grote winnaar. We willen jullie heel erg bedanken voor het kijken en hopelijk vonden jullie het leuk. Ja, vergeet vooral niet te abonneren en even een duimpje omhoog als je de video leuk vindt. En tot snel! In deze video laten we zien hoe je een mooie make-up look maakt met slechts 5 producten. Dus kijk maar mee.